Ja, we gaan deze heren die aan een heerlijk broodje zitten even wat vragen stellen. Met wie heb ik het genoegen? Jurgen van Keulen. En ik zie BV, dus dat zal vast een bedrijf zijn. Wij maken hier de lei op, tegen de gevels. De lei tegen de gevels. Het zijn mooie leitjes, meneer. Ja, mooi gedaan, hè? Ja, ja. Wat vindt u zelf van de renovatie? Ja, ik vind het mooi. Het is prachtig geworden eigenlijk. De combinatie met de schuine daken en de leien gevels. Netjes gedaan, ja. Dan gaan we naar de afdeling communicatie van welke BV was het ook alweer? Van Keulen. Van Keulen. En ik spreek met? Michel Gabriels. Michel Gabriels. De communicatie. Nou, het is zo bij deze twee fases. Je hebt 505 en 506 van complex. Daar zit één coördinator zit erop en dat is dan de hoofdaannemer, zeg maar. Tenminste, ze noemen dat onder elkaar. En die coördineert eigenlijk dus de communicatie naar de bewoners toe. Er zit dus iemand die regelt dat. Als wij dus vragen hebben of hebben mededelingen, dan gaat het altijd via één persoon. Niet dat iedereen allerlei vragen stelt aan de bewoners. Dus dat ligt eigenlijk bij één partij die dat uiteindelijk coördineert. En hoe wordt er gecommuniceerd met bewoners? Ik weet dat er ook bijeenkomsten zijn, vaak aan het eind van de dag of zo. Maar daar ben ik zelf nooit bij. Dus hoe dat helemaal verloopt, dat kan ik eigenlijk in het begin geen toezeggen, dat weet ik niet. Het gebeurt ook zaken via de communicatiemanager van Allee, hè? Dus de verhalen, dus hun hebben daar speciaal iemand voor in het leven geroepen om te communiceren met de bewoners. Ja, en zover wij horen, eigenlijk geen problemen, want het is zo, ons telefoonnummer hangt op het reclamebord, hebben ze problemen? Ja, dan denk dat ik s'avonds een telefoontje ga krijgen. Ja. Dat hebben we nog niet gehad, dus. Nee. Wat vindt u van dit initiatief? Ja, op zich wel leuk, ja, ja. Dus, In principe wel leuk. Nee, gewoon leuk. gewoon leuk. Een leuk plan. Zo zie je ook nog eens wat de mensen waar je mee werkt. En ook ja, de bewoners. En als ze weten dat we van Keulen zijn en zijn er problemen, kunnen ze naar ons toe komen. Dus dit is eigenlijk ook een prima middel om te communiceren met bewoners? Ja, op zich wel. Je maakt het niet vaak mee, maar en dit zijn niet alledaagse projecten. En, ja, leuk initiatief. Ja, dus complimenten voor Allee. Ja. Hallo, ik sta hier met... Adil, hey Adil, woon jij in Kroeven? Ja, bij de Gelistiklaan nummer 6. Heb je al lekker gegeten vandaag? Ja, heel veel nog zelfs. Want er is vandaag een soort ontbijt, weet je ook waarom? Nee, dat weet ik niet waarom. Nou, nu is het zo dat de huizen hier verbouwd gaan worden. Daar weet je denk ik wel iets van, of niet? Ja, nu wel. Want daar zie ik allemaal mensen aan het bouwen. En ik denk dat ze feest vieren, omdat hun huizen worden opgeknapt. Kijk, dat is een hele positieve instelling, Adil. Hey, maar luister eens, als het straks verbouwd gaat worden, wat denk je dan? Ik denk dat het mooi wordt en prachtig en dan kunnen we leuk spelen. Wat vindt u van dit initiatief? Ik vind dat goed. Ja, maar dan moeten meer mensen komen, dus ja. Ja, er waren 120 inschrijvingen. Ja, maar toch, ze zijn misschien veel te vroeg, denk ik. Want ze hadden gezegd in de straat ook, we gaan niet, want het is te vroeg. Wat vindt u van de renovatie? De renovatie vind ik wel goed, maar ik vraag me af of wij niet in een wisselwoning hadden moeten zitten. Want ik had een eerdere renovatie meegemaakt in Sint-Jozefwijk. En toen hadden ze een wisselwoning voor die mensen. Dus dan dacht ik dat dat wel het beste zou zijn. U bent een beetje bang voor de troep, denk ik. Als je hoort wel dat er heel veel troep van de anderen dan. Maar ja, ze hebben het overleefd, denk ik. Dus dat moet ik ook, want dat moet nog bij ons gebeuren. Dus wanneer gaan ze aan de gang? Bij ons is augustus, denk ik. Dat is van Alphenland, dat is in augustus. En met wie heb ik het genoegen? Met William Bekkers. Woont u in een woning die gerenoveerd gaat worden? Nee, we wonen in een afbraakwoning, dus we weten helemaal niks eigenlijk dus wat ze gaat doen. U woont in een? Afbraakwoning. Afbraakwoning. En is al bekend waar u dan naartoe moet? Nee, niks. Nog niet bekend? Nee. Dus u bent een beetje het ongewis hier? Ja, eigenlijk wel, ja. Er lopen hier een hoop mensen rond die u informatie kunnen geven volgens mij. Dus ik zou heel snel op zoek gaan naar iemand. Ja, denk ik ook, ja. Ik sta hier met... Omar Sarwari. En je woont in de Kroeven? Ja, hier in Pootlaan.
In de Pootlaan. Is je huis al gerenoveerd? Nee, nog niet. Ze zouden er volgende maandag mee beginnen, maar dat is ook uitgesteld. En waarom is het uitgesteld? Het is ons nog steeds niet bekend en ook niet verteld. Ja, en als ik dan zeg kroeven en communicatie, wat zeg jij dan? Wat dat betreft wel goed. Ze zijn wel goed te bereiken. En ja, als je vragen hebt, je belt met ze, dan geven ze daar gewoon antwoord op. En ja, wel goed. Wat vind je van het eindresultaat? Want je kunt al wel woningen zien. Die zijn wel heel mooi. Die huizen die al gerenoveerd zijn, die zijn wel heel mooi. En ja, het resultaat is wel goed. Ik denk dat wij ook lange termijn veel voordeel mee hebben. Dat is wel goed. Dus het is een verbetering voor de buurt. En zouden er ook andere dingen kunnen verbeteren in de buurt? Dat er meer activiteiten komen voor jongeren. Daar moet iets aan gedaan worden, denk ik. Want ik heb het idee dat er weinig te doen is voor jongeren. Te weinig te doen, dus dat kan betekenen op straat of moet dat in een accommodatie of in een buurthuis? Een buurthuis. Ik denk dat het beste is dat jongeren elkaar daar gaan opzoeken in plaats van op straat hangen. Want daar hebben ook de buren last van gehad. Dus dat zou wel beter zijn, ja. Nou, volgens mij spreek ik hier met iemand van SUW. Ja, dat klopt, ja. Nou, ik hoorde net iemand iets zeggen over meer voor jongeren in Kroeven. Echt waar? Zo, hoeveel meer? Vertel. Ja, weet ik niet. We hebben toch wel nodige activiteiten. Maar van waar deze vraag dan? Misschien zijn ze wel niet goed geïnformeerd, zou dat kunnen zijn. En hoe komt dat? Precies. Hoe komt dat? Nou, het is ook een kwestie van zelf initiatief tonen om aan informatie te komen, ook. En daarnaast meer naar buiten brengen van wat wij zoal doen. Meer publiciteit. Ja. Wat doet SIW in het hele renovatieverhaal eigenlijk? Knip hem er maar uit. Nee, ik kan me voorstellen dat... ik bedoel, jullie gaan geen contactdozen aan de muur hangen en zo. Maar ik kan me wel voorstellen dat jullie mensen spreken. Ik denk in dit geval ook dat de mensen die vragen hebben... dan ook wel ons vragen kunnen stellen. Want qua renovatie... Maar het is een inbreuk ook op welzijn, denk ik, toch? Zo'n renovatie. Ja, dat wel, ja. Wat... Ja, ik zou even niet weten hoe of wat. Mag ik u wat vragen stellen? Voor mij wel. Woont u in Kroeven? Jazeker. Met wie heb ik hier het genoegen? Met Nico van der Ende. Wat vindt u van dit initiatief? Is wel aardig. De renovatie. Ben ik het niet helemaal mee eens. En waarom niet? Nou, ik vind het niet mooi. U vindt het niet mooi? Nee, het is afschuwelijk. Nou, als je zo kijkt, dan mis je van alles. Het schijnt modern te zijn, maar het is niet af. En wat missen we dan? Want dat wil ik wel graag. Dakpannen, een beetje uitstraling. Zit er geen dakpan op het dak? Nee. En wat zit er dan wel op het dak? Het is er wel dicht, zeker? Ja, asfalt. Oh, gelukkig. Oh, asfalt. Ja, het is gewoon helemaal glad. En, nee, het is net of het niet af is. En Nico die vertelde mij net iets heel zinvols. En dat ging namelijk over de communicatie. En dan vooral als het gaat om het traject voorafgaand aan de renovatie. En dan de vergaderingen. Daar was iets mee, Nico. Ja, ik vind dus gewoon, die werden altijd door de week gedaan. En er zijn heel veel mensen die door de week gewoon aan het werk zijn, niet thuis zijn. Dus daar niet bij konden zijn. En ik vind dat niet helemaal kloppen. Want nu dit gegeventje wordt wel op een zaterdag gedaan. En niet op een doordeweekse dag. Dus mensen die misschien ook een inbreng hadden of ideeën hadden. Die zijn nooit te woord gestaan. Omdat door de week hebben we geen tijd. Ik ben zelf internationaal chauffeur. Dus ik ben gewoon hele weken weg. Dus u zegt eigenlijk meer vergaderen in het weekend. Ja, in het weekend meer vergaderen. Dan heb je ook meer mensen die komen.